Nijman kon niet ontsnappen aan de kogelregen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Wrang genoeg, 50 meter van het kantoor van zijn advocaat Hein Dudink, die Nijman al 40 jaar kende. Ja, geschokt. Dan ga je toch even als advocaat, neem je nog even de stukken door, zullen we maar zeggen. En dan laat je dossier nog even door je hersens gaan. En dan, ik kon eigenlijk helemaal niets invullen wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn. Dan blijven een heleboel vragen open. Maar de grootste vraag is dus waarom Nijman geliquideerd werd. Is het zijn relatie met vriend en zakenpartner Dick Vrij, die momenteel vastzit als verdachte in een grote afpersingszaak? En van de politie hoorde dat hij op een dodenlijst zou staan. Maar volgens Dudink was de band tussen Nijman en Vrij zeker niet crimineel. Ik heb echt geen idee wat iemand heeft willen bereiken met dit. Behalve dan een signaal aan een ander afgeven kennelijk. Maar Hans Nijman zelf is gewoon de man die keihard werkt. De hele dag, 's morgens vroeg, 7:30 de deur open tot 's avonds laat. Lesgeven over de hele wereld. Ik bedoel, de man die is met andere dingen bezig, echt waar. Opvallend is dat Nijman vermoord wordt enkele dagen nadat kroongetuige Fred Ros in het passageproces verklaringen is gaan afleggen. Onder andere over Dino Sorel. En die gebruikte de sportschool van Nijman weer om te trainen. Maar ook daarvoor is volgens Dudink een logische verklaring. Aangezien Nijman een grote naam was in de vechtsportwereld. Ik vecht zondag zelf niet, omdat ik 3 weken geleden geopereerd ben. Het is ook heel bekend in Japan en noem het allemaal maar op. Dus hij gaf letterlijk les over de hele wereld heen. Dus ik bedoel, en ja, dat trekt misschien ook aan. Van, dan wil jij dat ook leren en dan wil je het van de beste leren. En dan kom je bij hem terecht. Dat wil niet zeggen dat hij daarmee iets heeft. Dudink is bang dat de geruchten rondom Nijman en zijn relaties, zoals die ook vanochtend weer opdoken, zijn uiteindelijke doodvonnis hebben getekend. Iedereen roept me wat, iedereen brandt me wat in dit soort zaken. Dan blijven de feiten achter. Ja, de naam Fred Ros viel net al even. Hij is kroongetuige in het grote liquidatieproces. Deze week kwam hij voor de tweede keer aan het woord in het zwaar beveiligde complex op Schiphol. En verslaggever Mark Schrader staat al klaar. Mark, is er een link tussen de liquidatie van Nijman en de verklaring van Fred Ros? Nou ja, het is natuurlijk op zijn minst opvallend te noemen dat deze Nijman wordt geliquideerd net op het moment dat deze cruciale kroongetuige Fred Ros voor het eerst in het openbaar verklaringen gaat afleggen. In het openbaar wordt verhoord hier door het gerechtshof. Nou ja, zoals je net al even hoorde in de reportage, Fred Ros was ook een goede bekende van deze Nijman. Kwam ook wel eens in zijn sportschool. Maar ja, een directe link is gewoon niet zo makkelijk te geven. Op dit moment speelt dus het grote liquidatieproces. De naam van Nijman is echt wel een paar keer gevallen in een aantal dossiers, een aantal verhoren. Maar hij is nooit verdachte geweest, nooit in het beklaagde bankje gezeten. Dus wat zijn exacte rol nou is geweest, ja, dat weten we niet. Luister even naar misdaadjournalist Paul Vugs. Nijman werd zowel in de zaak Holleder bijvoorbeeld heel erg in de marge genoemd. De zaak die nu tegen Dick Vrij en Danny K., een bekende crimineel, loopt, die is begonnen met een tip dat Hans Nijman cocaïne zou binnenhalen vanuit Brazilië. Maar in die zaak speelt Hans Nijman dan zelf uiteindelijk geen grote rol. Dus je ziet hem steeds op de achtergrond. Er komen steeds tips over hem binnen bij de recherche. Maar uiteindelijk heeft hij in recente grote strafzaken geen rol. Ja, Mark, terug naar vandaag. Jij was er de hele dag bij. Wat is er besproken? Nou, het kwam allemaal een beetje moeizaam op gang. Je moet je voorstellen, Fred Ros zit in een soort van cabine. Hij is vermomd, heeft een bril op, een pruik, is geschminkt. En was bij het eerste verhoor deze week wel zichtbaar op een televisiescherm. Ook voor de pers. Dat was zichtbaar dus dinsdag. Maar vandaag kwam het Openbaar Ministerie met een verzoek, ja, dat wij het eigenlijk niet meer mochten zien. Het zou zijn persoonlijke veiligheid in het geding brengen. Nou, het Hof heeft zich teruggetrokken, heeft erover nagedacht. Duurde echt uren, maar is uiteindelijk toch tot de beslissing gekomen dat het inderdaad beter is voor de persoon van Fred Ros om niet meer zichtbaar te zijn voor de pers. Dat heeft een groot deel van de dag eigenlijk in beslag genomen. Verder zijn er flink wat zaken ook behandeld. Ik zal je niet vermoeien met alle namen en alle zaken, want dan ga je heel erg in de war raken, denk ik. Maar luister wel even naar misdaadjournalist Thijs Zeeman, wat die daarover te zeggen heeft. Wat mij echt heel erg opviel was dat het Hof Fred Ros keihard aanpakte. Ze liet echt duidelijk merken van ja, leuk dat je er zit, maar dit slikken we niet zomaar voor zoete koek. Ik bedoel, tot een aantal maanden geleden zat jij gewoon nog recht tegenover ons. Nu zit jij met een pruik en een bril in een hokje. We zijn er blij mee, maar we willen echt heel duidelijk weten of jij de waarheid spreekt. Ja,
Ja, we moeten nog even afwachten hoe dat verder gaat. De zaak staat gepland voor ergens begin december, maar dat zou ook zomaar eens later kunnen. Want het hele dossier ligt nu ook nog bij de politie, is dat aan het doornemen. En dan is het ook nog eens de beurt aan de advocaten om Fred Ros te gaan verhoren. Nou, dat wordt sowieso vuurwerk, maar dat wordt niet eerder dan eind van dit jaar verwacht. Mark Schrader, dankjewel.